Van een mooi bos een prachtig bos maken. Ik kreeg de vraag van iemand hoe je nu lichtstralen in bijvoorbeeld een bos maakt. En ik dacht van, nou, dat ga ik je gewoon een keer uitleggen. En uiteraard begin ik met deze bosfoto. Laat ik allereerst zeggen, er zijn meerdere manieren om dit te maken en ik ga de andere manier ook een keer behandelen, maar die is wat lastiger en ik ga gewoon deze keer beginnen met een eenvoudige manier. Wat ga ik doen? Ik ga een soort patroon tekenen waar de stralen dadelijk zichtbaar zijn en vervolgens met een filter maken we daar stralen van. En eventueel gaan we met wat aanpassingslagen nog gewoon de foto wat sfeervoller maken. Om te beginnen maak ik een nieuwe laag en dat doe ik met de sneltoets Ctrl, Shift en N. En deze noem ik zonnestralen. En ik druk op enter. Wat ik nu ga doen is een aantal stippen zetten. En deze stippen gaan we later omvormen naar de zonnestralen. En dat doe je gewoon met de kwast en een witte voorgrondkleur. En de grootte, dat is even afhankelijk van je foto. En we zetten de hardheid wel volledig aan. En vervolgens gaan we dus stippen zetten. Let er ook op dat je de dekking bovenin niet op 100% houdt. Maar zet hem bijvoorbeeld gewoon op 85 om te beginnen. En vervolgens ga ik stippen zetten. En dit doe ik in een patroon. In een omgekeerde V als het ware. Ben niet al te nauwkeurig. Varieer een beetje. Zeg niet dat je stippen gewoon keurig op een rij staan. En ga gewoon door tot aan de grond. We kunnen later met een masker altijd nog gewoon uh, afwijkingen maken. Kleine variaties maken. En ik zet er nog. Een iets kleinere stip tussen met een lagere dekking van bijvoorbeeld 60%. En hier zet ik wat meer stippen van. Ik vul eigenlijk een klein beetje de gaten op. En hoe meer stippen je hebt, hoe meer uh, zonnestralen je dadelijk krijgt. En de V bepaalt eigenlijk een beetje de uitweiding die je maakt. Oké, okay. voor nu laat ik dit even. Hier gaan we dus een filter overheen gooien. En dat filter dat vind je hierboven bij filter vervagen en dan radiaal vaag. Dit filter heeft drie verschillende opties. De hoeveelheid, dus de sterkte van ons effect. Standaard staat die op 10, maar als ik hem bijvoorbeeld doorsleep naar 100, dan zie je in het middelpunt, in het voorbeeldje, dat de radiale stralen veel groter toenemen. Je hebt de methode draaien of zoomen. Je ziet aan het patroon dat we op dit moment draaien. En op dit moment is het zoomen, dus dan lopen alle lijnen diagonaal en je hebt de kwaliteit. Nou, de kwaliteit willen we natuurlijk op het best. En we gaan in dit geval gaan we zoomen. En ik kies voor een hoeveelheid van rond de 80 ergens, een beetje aan de, aan de rechterkant, zodat we een flink effect hebben. Nu gaat dit effect uit van het midden van de foto en eigenlijk ligt onze lichtbron bovenin. Dus je gaat gewoon dit middelpunt verschuiven naar waar het ongeveer in jouw foto zit. En je klikt op OK. Photoshop gaat vervolgens even aan het rekenen. En je zult zien dat het resultaat al behoorlijk ergens op lijkt. Ons stralenpatroon loopt nou een beetje in de vorm van de V die we getekend hebben. En hier ben ik het niet helemaal mee eens. Met het verplaatsgereedschap, wat je hier linksbovenin vindt, of met de sneltoets V, kun je het eventueel nog een stukje verplaatsen. En een beetje draaien. En eventueel kun je ook gewoon ergens aantrekken dat je het wat. Van vorm verandert en zo kun je het een beetje naar je hand zetten. Wil je het nou meer vervormen, dan kun je ook op Ctrl-T drukken. Dan ga je naar het verplaatsingsgereedschap en druk je dan met de rechtermuisknop ergens op. Dan krijg je opeens weer eh, hele andere opties, zoals perspectief en kun je de vormen nog wat extreem veranderen. En dit is natuurlijk een beetje naar het eigen inzicht. En dubbelklikken of op enter drukken om het te bevestigen. Nou, hier ga ik vervolgens een masker opleggen. En met een kwast van 100%. En niet al te veel grootheid ga ik gewoon wat dingen uitzetten. En waarom doe je dat? Nou, omdat je hier bijvoorbeeld takken ziet, waar de zon eigenlijk gewoon uh, nooit dwars doorheen kan schijnen. Dus die moet je eigenlijk gewoon even netjes uitzetten. En zo kun je vrij aardig je eigen patroon bepalen. Eventueel kun je ook zeggen van nou, ik wil eh, onderin. Dat hij een klein beetje uitwaaiert. Dus dan pak ik een hele grote brush. En ga ik gewoon zachtjes langs de rand. En zo kun je dus vrij eenvoudig stralen maken. Eventueel kun je ook nog een klein beetje het contrast ophalen met een aanpassingslaag. En waarom een aanpassingslaag? Zodat we altijd nog terug kunnen. Dan kan deze laag bijvoorbeeld gewoon heel simpel aan of uitzetten. En ik ga ook een aanpassingslaag met curve maken. En dan ga ik in het blauwe kanaal zitten en trek ik dat een klein beetje naar onder. Wat doet dat? Dat brengt eigenlijk een beetje gele tinten erin, waardoor het allemaal net iets warmer wordt. En zo eenvoudig is deze methode. Om zonnestralen in een bos te maken, en nogmaals, er is ook een andere methode, daar kom ik nog een keer op terug. Maar om te beginnen is dit wel een hele makkelijke manier.